Op het paleis Soestdijk zijn de nieuwe ministers uit het nieuwe kabinet Drees door Hare Majesteit de Koningin beëdigd. De portefeuille van overzeese rijksdelen komt in handen van professor Kernkamp. De heer De Bruin wordt minister voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de bezitsspreiding. Intussen arriveerde ook de directeur van het kabinet der koningin, mejuffrouw meester Tellegen. Verkeer en waterstaat komt onder leiding van meester Algera. Het departement van financiën zal worden beheerd door de heer van de Kieft. De heer Suurhof krijgt de leiding op het ministerie van sociale zaken. Aan het ministerie van buitenlandse zaken komen twee ministers, een novum in onze geschiedenis. Het zijn de heren meester Luns en meester Bijen. Kennelijk de jongste minister van het nieuwe kabinet is professor Dr. Zijlstra, die aan economische zaken komt. Aan onderwijs, kunsten en wetenschappen verschijnt meester Kals, vroeger staatssecretaris van OKNW. En justitie komt onder leiding van meester Donker. Na hun beëdiging poseerden de ministers voor de fotografen. Hier zagen we toen ook de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ingenieur Witte, op de tweede rij. 'S Middags werd in de treinverzaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag de eerste kabinetszitting gehouden. Behalve minister-president Drees waren daar nog de minister van Oorlog en Marine, ingenieur Staf, die in de eindfase van de formatie zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, de heer Mansholt van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en professor Beel, die nu vice-premier en minister van Maatschappelijke Zorg is geworden en die voorlopig ook binnenlandse zaken zal beheren. Na ruim 9 weken kabinetscrisis heeft ons land nu weer een regering. Keizer Martini toe.